bij het stadion van de Steelers. Het stadion Heinz Field. Daar waar het Amerikaanse voetbalteam van Pittsburgh speelt. De Steelers genaamd. Natuurlijk genoemd naar de rijke geschiedenis van de stad in de staalindustrie. En daar is een fandag vandaag. Er lopen hier ontzettend veel gezinnen, vaders, moeders, kinderen, met shirtjes van de Steelers aan in de kleuren goud en zwart. It's kind of like a, I'll say a brotherhood, because there's females involved too. So, yeah. I mean, but you get what I mean. It's like family. Yeah. So I see you have a very beautiful young daughter with you. Yes. Is she going to be a Steelers fan? She already is. Yeah. She already is. So is that one. And yeah. So is he. So yeah, she already knows who the Steelers are. Yeah. So it runs in the family. It's in the DNA. Absolutely. That's the only way to be. If it's a good tradition, why not keep it? So. Pittsburgh is een echte sportstad. Het maakt niet uit welk black and gold team je favoriet is. The Steelers, the Pirates of the Penguins. Pittsburgh heeft het allemaal en de inwoners zijn dol op sport. Late 1970s and especially in the 1980s, where our identity, which had been as a city of steel, had been overtaken by world economic forces. En deze fan Len Barkowski die heeft wel een verklaring voor de populariteit van sport in Pittsburgh. Toen eind jaren 70 en in de jaren 80 de staalovens hier dichtgingen, toen verloren de inwoners niet alleen hun baan, maar ook hun identiteit. Door het steunen van sportteams konden de bewoners weer trots zijn op hun stad. I think many people in this area live through the professional athletes and they take personal pleasure in the victories of the Penguins, in the victories of the Steelers. Yes, I mean, I was born and raised here along with my family for generations. And deeply rooted in the professional sports, hockey, baseball, football. And it means an awful lot as far as the livelihood of the city. Ik ben hier geboren en getogen, zegt deze fan. En het betekent veel voor de leefbaarheid hier in de stad. Veel sporters komen hier graag spelen. Ook al betalen we niet zoveel als in andere steden. Ze waarderen de sportmentaliteit hier. Pittsburghers zijn echt trots op hun sporthelden. But people want to come here and play because of the, I think, the ethics, the value, the tradition of what this, the teams bring to the city and what they can bring to the teams. There's great pride rooted in the tradition of professional sports here in Pittsburgh. The Raiders have taken a 7-6 lead in a tough football game that has featured nothing but staunch defense all afternoon. Hang on to your hats. Here come the Steelers out of the huddle. Terry Bradshaw at control. They've won the Super Bowl 6 times. It's the only team in NFL, eh? Correct. That's pretty much the big comeback when you're debating about football and you're talking about this team's better than that team. En volgens deze fan kun je iedere discussie winnen door te zeggen dat de Steelers de Super Bowl 6 keer hebben gewonnen. Geen enkel team in de Verenigde Staten deed dat eerder. En dus, zegt hij, mijn kleinzoon van 1 wordt zeker een Steelers fan. Is that your child? That is my grandson. He's still in diapers. He's very small. He's about maybe 1 year. Yes. 1 year. He's going to be a Steelers fan? Oh, yes. Oh, yes. There's no doubt about it. No doubt, no debate. En het is niet alleen leuk voor de fans, maar het heeft nog meer voordelen. Sportfans zijn zeer actief. Niet alleen fysiek, ook politiek en sociaal zijn zij actief. Dat zegt Daniel L. Wan. Hij is hoogleraar psychologie aan de Murray State University en hij schreef het boek Sportfans. It's pretty easy to see ways in which sport fandom does meet certain basic human needs. One of those needs, one very powerful need, is the need to belong. Nou, des te meer je je met een lokaal team identificeert, hoe gezonder je bent. In het algemeen hebben fans vaak meer zelfvertrouwen en voelen zij zich minder eenzaam. Pittsburghers omarmen de teamgeest als geen ander. By identifying with a local team, it gives you this sense of belonging. And that sense of belonging then in turn
lowers your sense of alienation, lowers your sense of loneliness. There's so much more to this issue than people going and watching the sporting game. Onderzoekers zijn al lang geïnteresseerd in de kenmerken, gewoontes en gezondheid van sportfans. Zo hebben onderzoekers gekeken naar het alcoholgebruik, het testosteronniveau en zelfs het aantal hartaanvallen tijdens de Super Bowl. En de resultaten zijn opmerkelijk. Sterker nog, het stereotype dat sportfans overgewicht hebben, bier drinken en bankzitters zijn, is onjuist. That's correct. It helped me become a coach in football. De sport heeft me geholpen coach te worden. Eerst op laag niveau, later op hoger niveau. En daarna ben ik ook ander vrijwilligerswerk gaan doen. In other activities other than football. But it's due to the sports. Yeah, I would agree with that statement. Hoe meer je je met een lokaal team identificeert, hoe gezonder je in psychologisch opzicht bent. Je hebt een ingebouwde verbinding met anderen in je omgeving. En als je in Pittsburgh woont en je bent een Steelers fan, dan is het vrij makkelijk om verbonden te zijn met anderen. That's very true. Definitely lifts your self-esteem and it also lets you be able to collaborate with others around you. There's no doubt about that. There's no doubt. I agree with that. So if you are from Pittsburgh and you're a Steelers fan, it's easy to connect with others. Very easy. On days that there are games, you can feel the energy. Op wedstrijddagen voel je de energie. Je spreekt mensen aan die je niet kent, want uiteindelijk spreek je dezelfde taal. You have a common language, which is your sport.